We zijn Martens Cleaning en we komen met een bielse boot door de havens van Gent en de Ringvaart. En dan gaan we bij de schepen langzij om bielse water uit de biels onder de machinekamerplaten vandaan te halen, afgewerkte olie in te nemen en eventueel oliefilters, poetslappen, oud vet, dat soort stoffen om die mee te nemen. Goedemorgen meneer, ja. U had de bielse boot besteld. Ja. De schepen kunnen zelf bellen naar kantoor. Ze kunnen contact opnemen via de marifoon met het bootje op kanaal 10 en op kanaal 11. En dan, maken wij een planning en dan een afspraak met de schipper om eventueel langs te komen. Gemiddeld is het een half uur tot een uur zijn we bezig per schip. We zijn hier nog maar net voor de derde week bezig, dus het is nog niet heel druk. Het begint nu eindelijk te komen. We hebben nog wat bekendheid nodig natuurlijk. Dus ja, en dat doen we door middel van door de havens te varen, bij schepen langs zij te gaan en te flyeren. Zo, dat was het. Geef ik die alvast terug. Alles in orde? Ja hoor, 1600 liter in totaal. Ja, tot ziens, bedankt hè. De meeste schippers zijn heel erg blij dat we er zijn. We hebben veel goede dingen gehoord, omdat dit ja, natuurlijk veel betere service is, omdat ze zelf langs zij komen. De haven van Gent is voor mij geen onbekend terrein. In mijn vorige werk ben ik hier vaak genoeg geweest, dus het is allemaal vrij bekend voor mij. Ik vind het een zeer leuke job, gewoon ook omdat je iedere dag heel veel verschillende mensen spreekt. Je werkzaamheden zijn iedere dag eigenlijk wel anders, dus dat is wel heel erg leuk. Voor mij is het voordeel dat ik sowieso gewoon iedere avond thuis ben. En dat vind ik heel fijn, gewoon meer vrije tijd dan toen ik nog in de binnenvaart zat. Dat is rap. De hele wereld is in de ban van het WK in Brazilië. Maar voor de Gentse haven speelt het land het hele jaar door een prominente rol. Brazilië is namelijk een belangrijke leverancier van ijzererts en fruitsap voor enkele bedrijven in de Gentse haven. Het appelsiensapconcentraat komt hier met grote schepen uit de haven van Santos, uit Brazilië. Ongeveer een viertal schepen per maand beleveren twee bedrijven die hier gevestigd zijn in de haven van Gent. In totaal is dat zo'n 600.000 à 700.000 ton sinaasappelsap en concentraat per jaar. En dat maakt van de Gentse haven de grootste invoerder van concentraat van de hele wereld. Goed om weten is dat concentraat niet verward mag worden met vers sap. Het concentraat, dat betekent dat het water eruit getrokken is. En dat kennen we allemaal onder verschillende merken in de supermarkt. Maar het vers geperste kennen we inderdaad ook. En dat staat ook in de supermarkten of in de gewone winkel. Het verschil tussen de twee is, het ene gaat langer mee dan het andere. In het een zitten ook meer vitamintjes en vezels, maar allebei even lekker. En ook voor het Gentse staalbedrijf ArcelorMittal is Brazilië een belangrijke partner. Onze twee basisgrondstoffen voor ons productieproces zijn ijzererts en kolen. En meer dan de helft van onze ertsen die zijn afkomstig uit Brazilië, waar de groep ArcelorMittal ook een aantal eigen ijzerertsmijnen heeft. Het schip hier achter ons is afkomstig van Point Ubu in Brazilië. Bevat 75.000 ton ertsen, waarvan 13.000 ton al gelicht is aan de sluis in Terneuzen. Transportbanden brengen het erts dan naar grondstoffenparken om vervolgens verwerkt te worden in staal. Het erts op zich is niet geschikt om zo in de hoogovens ingezet te worden. We gaan het eerst sinteren
En dan sinter en koks worden dan in de hoogovens geladen en worden daar omgezet tot vloeibaar ruwijzer. Jaarlijks lossen wij hier langs onze kade ongeveer 10 miljoen ton grondstoffen. Eigenlijk zijn dat 100 schepen met grondstoffen op jaarbasis die hier langs onze kade gelost worden. Sinaasappelsap en ijzererts zorgen er samen voor dat Brazilië de tweede belangrijkste handelspartner is voor de haven. En zo kleurt de Gentse haven toch voor een groot stuk geel en groen.